gezegd, we gaan direct beginnen met de klepper, want het is de winnaar van de laatste editie van Comedy Mania. Hey! We hebben nog een lange nacht worden vandaag. Oké. Mag ik eerst iedereen vriendelijk vragen om uw handen in de lucht te steken? Beide handen. Dus blijf in ieder geval rustig en doe wat ik jullie zeg. Mijn vrienden gaan één voor één langskomen. Want dit is een overval. Oké. Dus ik kom uit Genk. Uit een van de mooiere buurten van Genk. Uit een van de goede buurten. Sledderlo. Ben je dat grappig of wat? Omdat ik nu uit Sledderlo kom, allochtoon ben, verwachten de meeste mensen dat ik ga praten over discriminatie en ik weet niet wat, gelijke kansen en zo. Ja, dat ga ik ook doen. Vroeger moest ik met mijn ouders naar school komen. En de leraar zegt, ja, uw zoon kan beter een beroepsonderwijs doen. Omdat ik graag met mijn handen werk. Ik zei, ja, ik werk graag met mijn handen, op uw gezicht. Ja, heb ik ook gedaan, heb ik op de bakjes geslaan. Moest ik een andere school gaan zoeken. Maar ik praat niet graag over discriminaties en ik weet niet wat, hoe moeilijk het te hebben. Dus, maar als ik erover praat, dan wil ik op iemand zijn bakken slaan. Dus nu ik het over op iemand zijn bakken slaan heb, hoe is mijn Bart de Wever? Mooie overgang, hè? Nee. Nee, ik wil even hebben over de kabouter van Bart de Wever. Hè? Die peace kabouter, hè? Ik ken dat wel. Maar niemand vraagt zich af, waarom een kabouter? Hè? Weet je dat? Waarom een kabouter? Hè? Mooie dame, hè? Waarom? Dat is omdat kabouters alleen maar blank zijn. Heb je ooit een bruine kabouter gezien? Waarom niet? Een zwarte kabouter. Waarom niet? Moet ook kunnen, of niet? Is toch mooier? Gelijk Plopsaland. Plopsaland, ze zijn ook allemaal blank. Moet een paar bruine importeren. Ik weet al hoe, hè? Kent dat? Plop en zijn vrienden zijn allemaal dik en lui. Eten allemaal alleen maar taart. En die werken niet, hè? Wat dan? Gastarbeiderstalen. We bruine kabouterstalen. Ja? En maar waar gaan ze wonen? Niet bij ons, hè? Sociale buurt in de achtertuin. Ja? Sociale paddenstoelen. En met de tijd zullen er ghettos ontstaan. Hè? En die noemen we paddels. Maar bo, voor ik ga afsluiten wil ik iedereen het beste wensen. In de naam van onze vader, profeet Mohammed en de heilige Koran. Amen. Met deze verklaar ik jullie allemaal moslims. Dus voor degene die dacht dat ik mijn tekst vergeten was, keek ik naar dit. Dus voor de mensen die helemaal van achter zitten. Camera's, gezien? Oké, misschien. Dank u wel. Ciao.